Elke week ga ik langs bij een organisatie die steun ontvangt van alle spelers van de Nationale Loterij. En vandaag is dat bij Habbekrats, een keitoffe plek waar jongeren altijd terecht kunnen. Hallo! Goedemiddag, welkom dag, bij Habbekrats. Welkom in het Huis aan Zee. Dank je wel. Hoe chic is dat hier, jongen? Ja, heel chic, hè? Is dat uw huis? Of? Dit is niet mijn huis, jammer genoeg, maar wel waar we onze kinderen ontvangen. Dus ja. Dat is eigenlijk wel ook een beetje mijn huis, natuurlijk. Het is niet echt een jeugdhuis, het is niet standaard dat je hier een pintje kan komen drinken. Het is wel de bedoeling dat we een warme plek zijn en dat we net iets meer zijn dan een standaard jeugdhuis. En we zijn ook wel een luisterend oor. Als er een keer iets is, dan zijn we er voor hen. Gaat dat dan om kinderen en jeugd die het moeilijk hebben? Of? Wel, eigenlijk zijn we er voor iedereen. Iedereen heeft altijd een warme plek nodig, maar we proberen maar extra aandacht te schenken aan jongeren die het wat moeilijker hebben. Niemand moet hier komen, dat is heel belangrijk. Het is allemaal vrijblijvend. Jongeren willen hier komen omdat ze hier graag zijn. En dat maakt ons werk ook gewoon veel leuker. En wat is jong? Want... Tussen 8 en 18 jaar ongeveer eigenlijk. Oké. Okay. Wij niet meer dus. Net niet meer misschien. De jongeren die hier komen worden wel heel intensief geholpen. En dat vind ik heel belangrijk. Zeg, dat is toch niet evident? Zo'n huis, iedereen is hier welkom. Hoe wordt dat georganiseerd? Heel veel private sponsors, zoals bijvoorbeeld de Nationale Loterij en de Koningin Paula Stichting. En dat zorgt er wel voor dat wij alles kunnen runnen en dat alles financieel ook mogelijk blijft voor de jongeren. En hier komen we dan op ons blauwe verdiep. Dat is eigenlijk ons ontmoetingsluik. Zijn jij de bruine of de witte? Ik ben bruin. Okay. Ik ben bruin. Ah, ja, oh. Jij snapt het spel niet precies. En jij ook een... Ik heb coco flanel. Ah, ja. Ja, ik heb niks. Vind jij dat plezant, Habbekrats? Ja, ik heb een goede band met de begeleiders. En als ik me minder goed voel, dan... praten we. En ja, we lachen gewoon ook heel veel. Thuis zijn we met heel veel. We zijn met 7 kinderen en mijn mama is alleenstaand. Ja, soms had ik het moment zo van, ik moet naar buiten, ik heb frisse lucht nodig. Ik moet hier weg. Ja. Ik kan me hier bezighouden, waardoor ik niet denk aan mijn problemen en wat er omgaat in mij. Had jij dat vroeger dan ook, zo donkere en slechte gedachten? Ja. Echt waar? Ja. Als het echt niet goed ging, kom ik gewoon naar hier. En ja, praten helpt me wel echt veel. Ik vind dat ik hier goed zit. Hoe zie jij de toekomst, Jana? Ik hoop gewoon dat ik met school veel kan bereiken. Ja. En dat ik een goede job heb later. En wat wil je worden? Psycholoog. Oké. Okay. Hoe komt dat? Ik praat graag met mensen en ik help graag vriendinnen of vrienden die zich niet goed voelen. En ik heb ook gemerkt dat ik ze veel kan laten lachen als ze zich niet goed voelen. Dus. Ik hoop dat al uw dromen mogen uitkomen en ik wens u nog keiveel succes met ons. Dank u.